Goedemorgen, welkom terug bij een andere video. We gaan 16 zonnepanelen monteren van Trina, 330 watt piek, half zelfs. We gaan er 3 op de dakkapel monteren, een rij van 6 erboven en eentje daar eronder. Aan de andere zijde doen we een rijtje van 3 boven de dakkapel en een rijtje van 3 eronder. Dit lijkt Clickfit montagemateriaal en omvormers van AP Systems, de IC600. Zo, go! We gebruiken Clickfit, een stukje rails gemaakt. Ik gebruik altijd even een keg. Daarmee voorkom je te veel druk op de pannen. Dan doe je mee je polsen eigenlijk goed zetten. Precies de randje gelijk staat. En dan klik je. Kijk, bijvoorbeeld. En dan heb je een mooie constructie. Zo, de 2 metertjes zitten erop. De rij van 6 zit voorbereid. En nog op de dakkapel. Zo. Alles zit erop. De voorbereidingen zijn gedaan. Even iets aarde ertussen. De voeding ligt naar de andere kant van het dak. Om daar het tweede gedeelte te maken. Dus dan kunnen we panelen gaan voorbereiden. Joehoe! Van 6, 2 van 3, nog eentje te gaan en dan kunnen we naar de achterkant verhuizen. Mooie zonnepanelen. Zo, dit was de voorkant. Mooi setje zo. 3x33 Honey Black. Dan gaan we zo naar de achterkant. Gedeelte 2 is voorbereid. Dus kunnen we zo gaan monteren. Het begint inmiddels weer eens te regenen. Dat was het weer voor vandaag. Ze zitten er allemaal op, alle 16. Groep staan aan. Ze leveren niet zo heel veel. Het is niet zo mooi weer. Duimpjes omhoog. Like. Abonneer voor meer. Tot volgende week. Doedels.